Hi jongens, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe Star Stable Let's Play. En vandaag ben ik een beetje verkouden, dus mijn stem kan een beetje vervaagd zijn. Maar hopelijk vinden jullie dat niet erg. Vandaag hebben we een paar nieuwe missies. Even kijken hoor. We hebben als eerste één bij Agnetha. En we zijn nu dicht bij Agnetha, dus daar gaan we zo meteen naartoe. En het is bij ons nu 9:30 ochtends. Ik ben echt nog super moe, want ik ben pas net wakker. Maar ik dacht, ik wil toch nog even een Let's Play opnemen, aangezien ik wel een paar leuke nieuwe missies had. Maar goed, we zijn bij Agnetha aangekomen en even kijken wat zij te zeggen heeft. Wacht even, Joanna. We hebben een ernstig probleem dat we moeten oplossen. Wil je helpen? Dat is de goede houding, Joanna. Ik kan altijd op je rekenen door dik en dun. Luister, er zijn wat stiekem parasieten in de tuin ingeslopen die de vruchten van ons werk proberen te stelen. Die kleine bijtertjes zijn zo gluiverig als maar kan. En wauw, dat is gewoon verkeerde zin, maar Marianne. Als het maar kan. En het is nu niet gelukt om er ook maar één te vangen. Ik ben back af. Hoe snel ik ook ben. Springen terug in de tuin, hoedertje, zodra ik dichterbij kom. Ik denk dat jij ze kunt besluiten. Wil je misschien proberen? Mooi. Neem deze zak en vul hem met kleintjes. Je moet ze besluiten om ze te kunnen vangen. Denk daaraan. Oké, we gaan dus de grondeekhoorntjes vangen. En ik heb al een andere video hiervan gezien. En dat was nog niet zo makkelijk. Want het duurde best wel lang. Dus hopelijk gaat het nu wel gewoon lukken. Oké, en ik hoop dus echt dat we binnenkort naar de Gouden Heuvelheid daar ook kunnen. Want ja, dat zou wel super leuk zijn dat we dan weer een nieuw gebied hadden ontgrendeld. En daar maak ik dan inderdaad een uitgebreide video over. Even kijken. Oké, ik zie hier. Oh, wauw. Oh, ik moet even goed voor gaan staan. Oké. Dit is toch niet zo makkelijk. Ik heb er één te pakken. We gaan nu naar de andere. En als het goed is, moet ze ook weer onder de grond gaan. Hopelijk. Oh. Nou, ze blijven mooi boven de grond. Kunnen we ze makkelijk vangen. Maar goed. Ik moet ook nog even iets meedelen van een video die gisteren online kwam. Want daarin had ik gezegd dat ik dus binnenkort een paard zou gaan kopen. En ja, dat ga ik nog steeds doen. Maar ik heb een keus gemaakt uit de paarden. Ik had namelijk jullie gevraagd of jullie een keus wilden maken tussen de Shire, de Fries en de Arabier. En ik heb toch zelf gekozen dat ik de Shire ga halen. Ik vind de Shire namelijk gewoon een hele mooie houding hebben. Net zoals het paard dat ik nu heb. En het wordt dus de Shire. Ik hoop dat jullie het een goede keus vonden. En als de Shire rond level, rond level 9 is, ga ik nog een paard erbij kopen. Dan ga ik denk ik namelijk de Fries of de Arabier kopen. En ja, dat kijken we dan wel weer. Laten we eerst de Shire maar gaan trainen. Ik ga nu de missie afronden en dan zie ik jullie zo meteen weer. Tot zo! Oké, jongens, het duurde even, maar ik heb dit onderdeel afgerond. Ik zeg je, het is nog niet zo makkelijk om deze beesten te vangen, want ze gaan continu terug onder de grond. Maar als het goed is, hebben we dus nu de missie afgerond. Even kijken wat Agnetha nog meer te zeggen heeft. Goed gedaan, Joanna. Er zit een hoop van die kleine gluipers in de zak. Wat moeten we doen met die kleine parasieten? Ik zou ze graag van de rotsen gooien, maar Bjorn zou het nooit goed vinden. Oh, ik heb nu twee opdrachten. Laten we eerst die van Bjorn gaan. Oké. Wacht, ik zie het al helemaal voor me. Ja, zo moet het worden. Stel je voor, Joanna. Je zit ontspannen tussen de mooie bloemen. Wat kan er nog relaxer zijn? Ik vertel het je. Een klein poeltje met bubbelend fris water. Gelukkig hebben we hier al een zwembad. Maar er zitten zoveel gaten in dat ik er geen water in durf te doen. Als jij stenen voor me zoekt, kan ik het maken. We kunnen niet zomaar wat oude stenen gebruiken. Ze moeten precies goed zijn. Anders zou het vreselijk uitzien. Snap je? De perfecte stenen vind je wel op één plaats in Jorvik. Onder de klippen van de wijnmakerij. Dat is niet ver, hè? Echt een gelukje, toch? Rijd erheen. Het is in de buurt van de rij al. Haal daar wat van die perfecte stenen. Snel. Oké. Ik ga dus nu naar de renbaan rijden en daar zie ik jullie zo weer. Oké, ik ben nu bij de raaihal en hier liggen inderdaad wat stenen. Dus ik pak even 4 stenen. Even kijken, hier hebben we nog één. Oh, nee. Oh, dan pakken we eerst op die. Ze liggen best wel dicht bij elkaar eigenlijk. Maar goed, ik pak dus even de stenen nu. En dan rijden we zo weer terug naar Bjorn om te kijken of hij nog een missie voor ons heeft. En anders doen we die van Agnetha. Oké. Deze steen en de
Haagsteen. Oké, we gaan nu terugrijden. Oké, daar zijn we dan weer bij Bjorn. Even kijken wat hij te zeggen heeft. Even zien. Deze zijn perfect. Ik ga het zwembad repareren en het water meteen weer aanzetten. Rijd erheen en ga even kijken, Joanna. Oké, we krijgen nu een overzicht te zien. Is dat het zwembad? Oké, een beetje klein, maar even kijken. Oké, daar moeten we dus nu gaan kijken. Even kijken hoe het er nu uitziet. En dan gaan we denk ik de liefde van Agnetta zien. Even zien. Eigenlijk hadden we hier niet naartoe moeten rijden, maar ik wou het gewoon even zien. Dat ziet wel leuk uit met die eentje erin. Alleen, ik had er nog wat meer bloemen omheen gedaan. Die moeten ook groeien, maar alsnog. Oké, we gaan nu dus naar Agnetta om te kijken wat zij voor missie voor ons heeft. En ja, daarna gaan we denk ik eventjes naar Aya de Rits bij het circus. Oké. Agnetta. We kunnen ze naar de oude Steve sturen. Hij en ik kunnen niet goed met elkaar overweg. Maar neem die kleintjes mee daarheen. Hij houdt van dit soort kleine beestjes. Soort zoekt het. Soort zoekt soort. Oh, denk ik. Ha. Rijd naar Steve met de grondeekhoorns. Oké, we gaan dus nu naar Steve rijden met de grondeekhoorns. En daarna gaan we naar Idris. Oké, even zien. We zijn bijna bij Steve. Oké, ja, we zijn er. Even kijken hoor. Oh. Grondeekhoorns, wat leuk. Maar mijn eigen kleintjes hebben wat nieuwe vriendjes nodig. Oké, dan gaan we nu naar Idris rijden. Want ik moest daar gisteren, dat dacht ik niet gefilmd, nee dat had ik niet gefilmd, moest ik het circus op gaan bouwen. En als het goed is, had hij het vandaag afgemaakt, zodat ik erin kom. Dus we gaan nu naar Idris om daar te kijken hoe het circus er van binnen uitziet. Oké, jongens, zoals je ziet is het circus helemaal opgebouwd. En Idris, hier ook, heeft nog wat te zeggen. Oké. Wat is circus? Ik heb nog geen optreden klaar. Maar ik dacht dat jij er je paard misschien wat op een mooie dag kon optreden. Je bent hier altijd welkom om te oefenen. Op een dag hoop ik dat ik artiesten van de hele wereld hier kan laten optreden. Ik zou het leuk vinden als jij daar een van zou kunnen zijn. Ik heb wonderen voor iedereen. Oké, praat met Idris. En daarvoor krijgen we een hoed. Je hebt ons dank verdiend. Voor al je hulp van het circus. Hier is een klein cadeau voor jou. Een geweldig hoed als zeker van dankbaarheid. Oké, we gaan even de hoed bekijken. Even draaien. Oh, die hoed is wel grappig. Ik denk dat ik daar wel een groen setje bij mee ga maken. Bij mijn nieuwe shine. Oké, maar we doen weer onze normale cap op. Even kijken dan hoor. Hij heeft nog iets te zeggen. Want als het goed is kunnen we er ook zo in. Om naar het circus of de kermis te gaan. Heb je altijd een kaartje nodig. Of er nou een voorstelling is of niet. Het kaartje opent de deur naar de magische wereld van de kermis. Het kaartje dat ik voor jou heb is magisch en niet opgebruikt als het circus mee ingaat. Oh, wil je dit magische kaartje? Ga akkoord met het magische kaartje van Idris accepteert. Ja. Welkom Joanna, tof je thuis bent. Welkom in mijn wereld. Oké, ik denk dat ik af ga stappen, want ik denk dus niet dat je met paard naar binnen mag. Oké, laten we naar binnen gaan. Even kijken. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe het van binnen eruit ziet. Want ja, ik heb hier ook nog nooit een video van gekeken van anderen. Wow. Zo, dit is groot. Wow, dit is echt super mooi. Kijk hoe super groot dit is. Oké, dit is wel mooi gemaakt. En van de buitenkant ziet het echt veel kleiner uit. Maar dat is natuurlijk wat Starstema is anders gebouwd. Maar goed, we gaan er weer uit en kijken wat we dan voor missie gaan doen. Oké, jongens, we rijden nu naar mevrouw Pakhart. Want als het goed is, heeft die ook nog een missie voor ons. Gisteren, dat had ik wel gefilmd, had ik daar appeltaart of zo gemaakt. En deze keer moeten we dat af gaan ronden. Oké, als het goed is, is ze in haar huis. En moest ik daar dus nog wat doen. Oké, even kijken. Ik dacht net aan je. Kun je naar Andy rijden om te vragen of hij thee kon drinken? Zal ik het ijs en de bessen op de taart doen? Oké, nou. Oeh, weer het huisje uit. Even kijken hoor. Oké, we rijden dus nu richting Andy.
Want als het goed is, heeft hij dus, gaat hij dus zo meteen met ons drinken. Ik hoop dat ik hem achterop op mijn paard doe. Ik had het super grappig als je van die poppetjes achterop op je paard hebt. Of voorwerpen. En ja, we rijden dus nu naar Andy. En tot zo. Oké, we zijn bij Andy aangekomen. En even kijken. Oh, de pannenkoekentaart van oma is ongeveer het lekkerste wat er is. Ik zit nu echt helemaal vol. Maar ik zal vragen of we een stuk bewaren voor later. Ah, we mogen niet achterop. Oké. Ja, weet je, dan gaan we gewoon weer terugrijden naar mevrouw Pakkaart. Om daar lekker de pannenkoeken op te gaan eten. Oké, we rijden dus nu richting mevrouw Pakkaart. En ja, daar gaan we zo meteen pannenkoeken eten. En ik vind het echt super jammer dat ik Andy niet achter op mijn paard kon. Want dat heb ik echt al best wel lang geleden gedaan. Oh, kijk eens aan, ze zit buiten. Oké. Afstappen. Oeps. Even kijken. Hallo mevrouw Pakkaart. Even kijken wat ze te zeggen heeft. Arme Andy, mijn pannenkoekentaart is zijn lieveling. Maar we zullen zeker een stuk voor bewaren. Maar nu is de eerste tijd om te gaan passeren. Na al het harde werk. Joanna, ga zitten en neem wat taart. Oh, niet zo verlegen. Ga zitten en neem wat taart. Oké. Oké, we zijn dus nu aan het eten. We nemen wat taart. Niet dat ik bepaald zit. Maar ja, had ik ook kunnen doen. Even kijken. Burp, deftig hoor. Ik ben mijn tafelmanieren helemaal kwijt. Oh, sorry dat ik trouwens deze tekst zo soms verkeerd uitspreek, maar het is vroeg in de ochtend nu, dus ik ben nog niet helemaal wakker. Oké, het was een goede dag, Joanna. Ik zei alleen dat Andy geen tijd had om pauze met ons te nemen. Zou je het vervelend vinden om naar hem toe te rijden en ons zijn stuk taart te geven? Pak een stuk taart van de tafel en breng hem naar Andy. Oh, we hebben het stuk taart afgepakt, dus maken we een draai en dan rijden we naar Andy. Oké, even zien wat Andy daarop te zeggen heeft. Ik was bezorgd dat het zonder zou moeten doen. Jullie allebei bedankt. Leuk koopjasje. Ik heb ook nog een oude hoed die daar perfect bij zou passen. Nee, maar mijn hoofd is nu groot, is er te groot voor. Oh, nu neem ik nog een stukje taart. Jam, jam, jam. Oké, we hebben alweer een hoed. Jee, ik krijg vandaag de hoeden. Dit is eigenlijk best wel leuk. Dit is best wel een leuk setje, jongens. Ik deze hoed wel opleggen. Dit is wel een leuk setje. Oké, even zien wat we nu nog te doen hebben. Heb ik die niet afgerold? Oh. Nou, we gaan nu weer naar Steve. Want die heeft nog een opdracht dat we terug naar Bjorn. Ik bespreek me echt vandaag heel vaak. Ja, dat we terug naar Bjorn moeten. Dus daar gaan we nu naartoe rijden. Stiekem heb ik gewoon de padentaxi gebeld. Maar alsnog, even kijken. Terug naar Bjorn. Agneta, zij is helemaal gestoord, Joanna. Weet je zeker dat je met haar wilt werken? Wist je dat ze op mijn eerste boerderij werkte? Maar dat ging echt niet. Zelfs op zondag was ze aan het houthakken en velden omploegen. Ik dacht dat ze wel eens vrij zou nemen, maar dat deed ze nooit. En ze wilde ook niet dat ik zou uitrusten. Ik was bang om mijn huis uit te komen voordat ik dit donker was. Ik moest haar laten gaan. Het bezorgde me gewoon te veel stress. Maar doe Bjorn de groeten van me en laat het weten dat de grondeekhoorns hier naar hun zin zullen hebben. Tot ziens, Joanna. Oké, we gaan dus nu terug naar Bjorn. En dan gaan we het nieuws, doorgeven aan Bjorn. Oké, het is hier behoorlijk druk te vergelijken met net. Maar goed, even kijken wat Bjorn zegt. Hallo, Joanna. Dat op de grondeekhoorntjes krijgen het goed bij Steve. Goed om te horen. Agneta maakt zich wel druk als ze denkt aan mensen die niet hard genoeg werken. Dus ze kan niet zo goed overweg met Steve. Ik vind het jammer, want Steve en ik hebben veel gemeen. Maar Joanna, we moeten nu dag en nacht werken om die bloemen in bloei te krijgen. Het gaat dus echt niet lukken zonder jouw hulp. Dus kom alsjeblieft elke dag langs om een paar dingen te regelen. En voor je het weet, is het tijd om te oogsten. Ik doe bijna in mijn broek van de spanning. Oké. Blijf werken in de tuinen. Het ziet eruit of de bloemen snel in bloei zullen staan. Als alles goed gaat, heb ik nog wat klussen voor je. En beslist een cadeau bedankt voor jou. Jongens, ik denk dus dat het cadeau natuurlijk is dat we naar de Gouden Heuvelvallei gaan. Maar goed, even kijken wat Agnette nog te zeggen heeft. We gaan wel deze als eerste. Kleine Joanna, mijn supermens is echt goed speel. Dus nu gooit er nog meer in onkruid en zon tuin. Hier heb je een goede thuisgaan. Rijd naar de tuin en knip wat onkruid weg. We spreken elkaar als je klaar bent, oké? En nog een missie als het goed is. Nu is de leiding in de zontuin alweer kapot, Joanna. Schatje, ik had je niet gezegd dat je dat werk moest doen. Je hebt
Je hebt het goed, Joanna. Nou, weet je, soms gebeuren er dingen buiten onze macht om. We moeten dankbaar zijn dat daar eerlijk werk uit voortkomt. Hier is gereedschap. Rijd naar Leidingen in de zonnetuin en repareer ze. Oké, ik ga deze klusjes eventjes doen en dan zie ik jullie zo meteen terug. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ik heb de klusjes net afgerond. En even kijken. Bij Agneta. Oké, goed bezig, Joanna. Nu hebben de viooltjes ruimte om te groeien. En dan nog. Goed gedaan, Joanna. Nu kunnen de bloemen weer water krijgen. Oké, we hebben dus hier de missies afgerond. En hopelijk kunnen we, ik zeg het nogmaals, binnenkort naar de Gouden Heuvelvallei. Even kijken wat we nu kunnen doen. Ja, persoonlijk vind ik de opdrachten die we nu hebben niet zo leuk. Dus, sorry. Dus ik denk dat ik nog even ga trainen. En ik ga een mooi trainparcours zoeken en dan zie ik jullie zo weer. Ontzettend bedankt voor het kijken naar deze Let's Play. Ik hoop dat jullie de manier van opnemen ook leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!